maandag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ben nu nog bij mijn moeder, want daar zijn we wakker geworden. Maar we gaan nu naar Milan toe, gaan we pakketjes ophalen. Dan gaan we naar mij toe, ook pakketjes ophalen en dan gaan we dat eventjes op de post doen. En voor de rest van vandaag blijven wij gewoon lekker binnen. Ik heb dus tot 6 april geen school en spa. Dus ik heb ook lekker veel tijd om video's op te nemen, dus dat ga ik deze week ook doen. Ik heb er eentje op de planning staan die ik zelf ga opnemen. Ik heb er eentje op de planning staan die ik met Dagmar deze week ga opnemen. Ik wil ook nog heel erg graag een video met Milan opnemen. Maar even kijken of we dat gaan doen. Ik heb ook een heel erg leuk idee voor met Rosa. Dus er komen wel veel leuke video's aan. Maar voor nu gaan we eventjes pakketjes op de post doen. Ik ga eventjes douchen en mijn haar wassen. Want dat heb ik nog niet gedaan vandaag. Het is al 4 uur. Maar ik ga nu pas douchen. Ik zie er ook echt niet uit. We hebben net eventjes wat pakketjes op de post gedaan. En ik heb ook een pakketje opgehaald. Want ik had weer 2 nieuwe canvas tasjes besteld bij Love Stories. Vorig jaar had ik de beige daarvan. En die heb ik nog steeds. Alleen die is heel erg vies. Dus die moet ik eventjes in de was doen. Maar ze hadden nu dus 2 nieuwe. En ze zijn nummer... Oh, er staat hier 15 euro. Maar ik heb er 5 euro per stuk voor betaald. Oké, nou, ze zijn dus 15 euro per stuk. Maar op de website heb ik ze voor 5 euro. Misschien was dat een foutje of zo. Dus ik weet niet of ze nu nog steeds 5 euro zijn. Maar ik heb er in ieder geval 5 euro voor betaald. En het zijn gewoon van die canvas tasjes. Want die gebruik ik echt super veel voor school. In de zomer voor naar het strand, slapen, alles. En dat is als eerste deze beetje legergroen. Op camera lijkt hij wat meer grijs, maar het is wel echt groen. En dan staat er Love Stories op. En dan heb ik er nog eentje. In een beetje dezelfde kleur als mijn muur. Dat is ook zo'n canvas tasje. En daar staat ook weer Love Stories op. Andere soort letters dan die groene. Dus ik heb er eventjes 2 nieuwe canvas tasjes waar ik heel erg blij mee ben. Voordat ik er vragen naar krijg waar mijn trui van is. Want ik krijg in iedere week vlog vragen waar mijn gekleurde hoodies van zijn. Maar ze zijn van de H&M mannenafdeling. En ik heb ze in een maatje XS. Maar ze zijn wel echt heel erg vaak uitverkocht in XS. Dus je moet goed bijhouden, zeg maar. Als je er eentje wil bemachtigen. Ik ga nu eventjes douchen en mijn haar wassen. Dan gaan Mio en ik zo meteen weer verder met de zwarte tulpte serie. Het is vandaag dinsdag. En ik ben eventjes aan het klaarmaken om een video op te nemen. Ik ga vandaag 2 video's opnemen, als het goed is. Ik ga beginnen met een shoplog, een lente shoplog. Zodat ik die items daar gewoon gelijk in mijn kast kan hangen, want het is nu echt een troep in mijn kamer. Dus die ga ik nu als eerste opnemen. Mijn laptop staat de weekvlog te uploaden die vandaag online moet. En dan daarna wil ik eigenlijk nog een video opnemen over een school Q&A. Dus dat is de planning voor vandaag. Oké, dat was Milan, die was iets vergeten. Ik ga even een beetje het bed opmaken, want ik ga het op mijn bed filmen, denk ik. En even mijn camera neerzetten en dan ga ik de shoplog opnemen. Ik heb er echt zoveel zin in om het op te nemen. Ik heb al zo lang geen extra shoplog of iets geplaatst, dus dat ga ik nu doen. Ik heb gisteren trouwens ook bericht gekregen van mijn stage. Schoonheidssalon, dat die ook gaat sluiten. Er was nog niks door de overheid volgens mij erover gezegd, maar wel door de Ann Bos. En dat is... de arbeidsdinges van de schoonheidsspecialisten. En daar zei ze wel dat ze hun advies is om gewoon te sluiten. Dus mijn salon is ook gesloten. Dus ik heb nu 3 weken lang geen school, geen spa, geen stage. Dat zal best wel saai worden. Mijn vader zegt ook dat hij verwacht dat we ergens deze dagen te horen krijgen dat het huis niet uit mogen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar hij heeft dat gevoel dat het gezegd gaat worden. Dus ik ga gewoon lekker veel video's opnemen. En de shoplog wordt de eerste, dus die ga ik nu filmen. Oké, ik ben klaar met het opnemen van de shoplog. Ik ga nu eventjes alles opruimen, want het is echt één grote bende in mijn kamer. Dan ga ik eventjes wat eten. En dan ga ik daarna de andere video opnemen, de school Q&A. Want daar heb ik best wel veel zin in om die nu op te nemen. Maar eerst eventjes deze grote ravage opruimen, want het ziet er echt niet uit. Kijk. Oeh, ja. Ik ben klaar met alle 2 video's filmen. Mijn camera gaat nu knipperen, wat op zich ook best wel logisch is. Want ik heb echt 1,5 uur lang gefilmd of zo. Zien jullie trouwens iets anders aan mijn bed? Ik heb het anders opgedekt met andere kleedjes en zo. Die achterste 2 kussentjes zijn trouwens van de IKEA. Maar ik vind het zo wel leuk en wat rustiger in plaats van zo bizar veel kussentjes. Het is nu 4:10. Ik ga denk ik gelijk de video's eventjes bewerken. Camera aan de oplader doen, want die is leeg. Ik hoop dat ik blij ben met het eindresultaat van de video's. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om op te nemen. Milan zit beneden FIFA te spelen of een racespel te spelen. Dus ik ga ook lekker met zijn laptop beneden zitten. Ik moet trouwens ook echt een nieuwe batterij gaan kopen voor mijn camera. Gewoon een extra batterij, omdat mijn camera zo snel leeg gaat. Ik heb trouwens ook
wat leuke nieuwe posters van Decennio om aan jullie te laten zien met een kortingscode. Dus dat zou ik of vandaag doen of morgen. Dus kijken of het straks nog licht is als mijn camera is opgeladen. En anders laat ik het morgen zien. Maar hele leuke posters met een hele leuke kortingscode. Het is 11:30 en ik heb lekker uitgeslapen vandaag. En ik ben echt super dom geweest, want gisteren was mijn camera leeg. En die wilde ik toen in de oplader doen, maar ik heb het verlengsnoer er niet in gedaan. Dus hij is niet opgeladen, dus hij is nu weer aan het knipperen. Maar ik ga vandaag niet heel erg veel doen, aangezien we niet naar buiten mogen. Ik ga eventjes een video, die is nu aan het uploaden, ga ik eventjes een thumbnail voor maken. Want ik heb gisteren 2 video's gefilmd. Ik ga eventjes mijn camera aan de oplader doen. En dan ga ik zo meteen eventjes de hond uitlaten. En als de camera is opgeladen, zal ik jullie de nieuwe posters van Decennio laten zien. Want daar heb ik gisteren geen tijd meer voor gehad. Maar voor nu ga ik jullie in de oplader doen. Oké, mijn camera is nog lang niet opgeladen. Hij heeft er echt pas een kwartier in gezeten. Maar ik wilde jullie eventjes snel nog iets laten zien. Want ik heb namelijk een corset aan. Of een waist trainer van Booty Shaping. Het is een Instagram account, maar ze hebben ook een website. Ik zal het eventjes in de beschrijving zetten. Ik heb dit van hun opgestuurd gekregen om dit te gaan uitproberen. Een waist trainer is dus eigenlijk gewoon een soort van corset dat je om moet. Waardoor je dus je waist of je taille dus smaller gaat worden. Er is een soort van schemaatje voor 8 weken hoeveel je het kan dragen. Want je moet het natuurlijk wel opbouwen. De eerste week mag je 2 uur per dag. Tweede week mag je 3 uur per dag. En zo steeds verder. Iedere week komt er zeg maar een uurtje bij. En ik ga dit dus 8 weken lang uitproberen. En ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb hem in een maatje S. Als je hem gaat bestellen moet je dus je taille opmeten. En dan kan je dus in het schemaatje kijken welke maat je nodig hebt. Nou, ik heb een maatje S gekozen. En wat de bedoeling is, er zitten zeg maar allemaal BH-gaatjes. En hij zit nu op ze lost, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, moet je dus gaan proberen dat hij op zijn straks kan. En dat is dus ook een beetje het doel en het effect hiervan. Ik zal jullie iedere week een beetje een update geven. Of om de 2 weken een update geven. Wat ik ervan vind. Of ik het volhoud. Of dat ik het vind werken. En dat soort dingen. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Ik heb namelijk al filmpjes en foto's gezien van andere mensen op YouTube. Heb ik het opgezocht. En op Instagram. En die hadden wel echt resultaat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit is hoe hij eruit ziet. Hij komt ongeveer tot hier. Tot bij mijn onderbroek. En tot aan mijn BH. Dus echt heel je buik zit ermee bedekt. Dit is volgens mij de latex variant. Je hebt ook nog eentje met gaatjes erin. Maar ik heb deze opgestuurd gekregen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het gaat doen. En ik zal jullie ook in de komende weken hiervan op de hoogte houden. Wat het precies doet. Of het een beetje uit te houden is. En dat soort dingen. Maar voor nu, ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb eventjes lekker wat lunch gemaakt, want het is ondertussen alweer 2 uur. Het zijn van die hele dunne crackertjes met avocado erop en chiazaad en een beetje peper en zout. En dan ga ik ondertussen lekker de Zwarte Tulp verder kijken, want ik vind het echt een bloedleuk serie. Mijn camera die is opgeladen, dus ik zal jullie eventjes de posters van Decennio gaan laten zien. Eventjes neerzetten en de doos erbij pakken. Misschien zien jullie daar al een lijst staan. Die zal ik er eventjes bij pakken. Want deze heb ik dus ook nieuw van Decennio. Ik heb weer wat leuke postertjes mogen uitzoeken bij Decennio. En ik heb ook weer voor jullie een kortingscode die 3 dagen geldig is. De rest van de informatie staat allemaal in de beschrijving, de website en dingen. De kortingscode is niet geldig op de lijsten van de collaboration of handpick collectie. Maar de rest allemaal wel. En geloof me, dat is echt genoeg. Maar ik heb in ieder geval als eerst deze uitgekozen. Een zwarte lijst met een poster waar love staat. Ik kon hem dus personaliseren. En ik heb er dus Milan en Fleur 29 mei 2016 in laten zetten. Want dat is de datum dat Milan en ik een relatie kregen. Dus dat leek me wel heel erg leuk. Dus die. En deze heb ik in een maatje 30×40. En die vind ik wel heel erg leuk als die daarboven staat. Maar ik heb dus een hele grote doos met nog meer dingen. En die ga ik ook eventjes aan jullie laten zien. Ik heb ook wat dingetjes voor andere mensen uitgekozen. Omdat ik mocht gewoon voor een best wel groot bedrag spullen uitzoeken. En ik kies al vaker dingetjes uit bij Decennio. Dus ik vond het ook wel leuk als andere mensen wat mochten uitzoeken. Dus Rowan, een vriendje van mij, die heeft ook 2 posters uitgezocht met lijstjes. Alleen die heb ik al aan haar gegeven. Dus, maar zij had dus witte lijsten en dan ook 2 posters erin. Maar hier heb ik dus nog 2 zwarte lijsten in de maat 21×30. Daar heb ik er 2 van. Dan heb ik nog 2 lijsten in de maat 50×70. Zwarte lijsten ook weer. En deze is echt heel erg groot. Maar dit is wel echt heel erg gaaf als je hier leuke posters in hebt. En die heb ik ook hiervoor. Dus die zal ik eventjes aan jullie laten zien. En ook in de verpakking gaan doen. Even kijken. Hier zitten
de posters in. Voor mijn moeder heb ik ook nog twee posters uitgekozen. Maar ze had al lijstjes. Dus die hoefde niet meer. Maar ze wilde wel twee nieuwe posters om het te kunnen verwisselen. Hier staat op Life is Short by The Shoe. Deze met een gezichtje erop. En deze in de maat 30×40. Dan heb ik voor mezelf deze twee postertjes uitgekozen om in die kleine lijsten te doen. En die ga ik in de kamer bij mijn moeder ophangen. Dit is ja, een vrouw en rozen. En die is dus in de maat 21×30. En dan voor in de mega grote posters heb ik deze twee. Oh. Deze. En deze met Coco Chanel erop. Heel erg leuk. Dus die ga ik nu eventjes in de lijst doen. Even hoe leuk het is. Echt heel, heel, heel leuk. Je hebt lijsten, heb je ook nog in het hout, wit, zilver, goud, zwart. En je hebt ook nog allemaal plankjes en andere soorten lijstjes. Dus neem zeker een kijkje. En de kortingscode staat in mijn beschrijving. Het is vandaag donderdag. Dag maar die is net weg. Het is namelijk ook al 3:10. We hebben net een video opgenomen waarbij we snackbar gingen eten en allemaal van die statements gingen beantwoorden. Dagmar mocht namelijk deze keer kiezen wat voor video's ze wilde opnemen. En haar leek dat heel erg leuk. Dus dat hebben we gedaan. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En ik zat echt heel erg vol. Ik ga nu gelijk proberen de video te bewerken dat ik hem morgen erop kan zetten. Want ik heb nog wel twee andere video's die ik eventueel morgen erop kan zetten. Maar mij lijkt het gewoon leuk om deze er als eerste op te zetten. Dus dat wil ik gaan doen eigenlijk. En er zijn gisteren weer wat kleurtjes binnengekomen. Van mijn nagellak chisel. Dus ik dacht, die laat ik eventjes aan jullie zien. Even kijken. Blauwe kleurtjes die eigenlijk echt bizar veel op elkaar lijken. Maar de ene heet Tiffany Blue en de andere heet Caribbean Blue. Dan heb ik nog een Shimmery Mauve of zoiets. Beetje een paars kleurtje met glittertjes. Beetje paarsbruinig. Ik heb heel veel nieuwe kleurtjes besteld. Alleen die staan nog maar bij mijn moeder. En dat komt in een aparte kamer Lots of Love video. Maar deze had ik toevallig hier staan. Dus ik dacht, laat ze even zien. Ik heb nog een paarse. Ik weet niet of die scherp stelt. Stel scherp. Niet echt. Oh ja, nu een paarse heb ik. Deze heet Lavendel Purple. Ik ga allemaal opjes binnen. En dan nog een fel roze oranje. En die heet Hawaii Orange. Maar al deze kleurtjes waren nu. Oh my god, kijk even hoe fel die is. Bizar. Maar al deze kleurtjes waren nu maar 5 euro. En ik dacht, ja, ik kan het best gewoon zoveel mogelijk kleurtjes hebben. Zodat de klanten zoveel mogelijk keuze hebben. Dus ik heb weer 5 nieuwe. En ik had er van de week al 6 besteld. En ik heb er vandaag nog eentje besteld. Dus die komt morgen binnen als het goed is. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om even aan jullie te laten zien. Ik heb vandaag echt geen boeiende outfit aan. Ik zal het wel eventjes laten zien. Maar ik heb gewoon dit shirtje aan van de Bershka. En gewoon deze joggingbroek van Chiquelle. Want ik ben toch lekker heel de dag thuis. Aangezien we niet naar buiten mogen. Gisteren wilden Milan en ik eigenlijk een parcours in de tuin afleggen. Om soort van te gaan sporten. Maar toen uiteindelijk heeft hij dus een race toen met zijn vader gekocht. Ze hebben daar geen tijd meer voor gehad. Dus ik hoop dat we dat morgen gaan doen. Hoe langer ik hier zit, hoe dikker ik mezelf vind worden. Dus ik hoop dat we dat morgen gaan doen. Ik heb net ook snapper gegeten. Dus lekker tegenstrijdig. Maar ik ga eventjes die video bewerken met Dagmar samen. En ik denk dat die echt heel erg grappig is geworden. En jullie wilden allemaal heel erg graag een video met Dagmar zien. Omdat die vorige mukbang dus zo leuk was geworden. Ik vond mezelf ook heel erg leuk geworden. En Dagmar ook. Dus ja, voor de rest deze avond heb ik eigenlijk nog geen planning.
Ja, ik ga zo meteen lekker de zwarte tulp verder kijken. Ja, dat ga ik doen. Oh, zin in. Het is vandaag vrijdag, dag 5 alweer volgens mij, dat we binnen moeten blijven. Er is iemand buiten nu aan het schuren of iets. Maar het is dus vandaag vrijdag, het is 11:30. Ik heb weer lekker uitgeslapen, want dat kan allemaal. Maar ik ga nu eventjes mijn ondernemingsplan, eventjes de puntjes ervan op de i zetten. Want die moet ik vandaag inleveren. Dus dat ga ik eventjes doen. En die komt dan daarna weer thuis. En dan gaan we denk ik in de tuin eventjes sporten. Leek me wel leuk om met z'n tweeën een parcoursje op te zetten. En dan gewoon een beetje in de tuin te gaan sporten, want we hebben toch niks te doen. Dus ik ga nu eventjes aan ondernemen. Mijn laptop staat al klaar met mijn ondernemingsplan. En dan ga ik zo meteen ook eventjes eten, maar ik weet nog niet echt wat ik ga eten. Ik heb gisteren... de video van Dagmar en mij gelijk bewerkt, zodat die vandaag online kan. En voor de komende twee vrijdagen heb ik ook al een video gepland staan. En ik ga komende week ook nog een video met Dagmar en Zoe maken. Dus genoeg extra video's de komende week voor jullie. Wat ik ook heel erg leuk vind om te doen, dat ik nu er eindelijk een beetje tijd voor heb. Maar goed, ik ga even aan ondernemen, want dat moet nu ook echt gebeuren. Dus ja, oké, dus het ondernemen door. Oh. Ik heb echt een nieuw plekje gevonden. Echt een lekker plekje dit. Maar onder het ondernemen, tussen het ondernemen door, wil ik jullie eventjes twee pakketjes laten zien die binnen zijn gekomen. Volgens mij had ik gisteren al verteld dat er nog een kleurtje van Pink Shell binnen zou komen. Maar jongens, kijk even. Ik vind dit best wel een grote doos. Voor één fucking nagellakje. Kijk ook hoeveel shit ze erin hebben. Eén troep hier. Waar ben je? Oh, hier. De kleur King's Blue. Stelt die scherp? Ja, een beetje. En deze was nu ook maar 5 euro. Dus ik dacht, hey. Yo, gaan wij. Oh, mooie kleur. Ja, heel mooi. Dus die is binnen. En dan had ik nog wat dingetjes op de H&M site besteld. En ik krijg echt altijd mega veel de vraag waar mijn pastelkleurige gekleurde hoodies vandaan zijn. Ook al vertel ik het voor mijn gevoel echt in iedere vlog. Ik krijg nog steeds de vraag. Maar die truien komen van de H&M mannenafdeling. Ik heb ze in een maatje XS. Want een S is wel echt te groot voor mij. Tussen een XS en een S zit trouwens echt super veel verschil. Want ik had dus ooit eerst een S. Maar die was best wel lang. Omdat ze toen geen XS meer hadden. Toen kwam er dus een XS op voorraad. En die had ik toen besteld. En die zit zoveel mooier. Dus ik heb nu een mintgroene, een gele, een roze en een beige. En ik heb nu ook de zwarte. Ik wil al heel erg lang de witte en de zwarte. Maar de maat XS is bij de mannen gewoon bijna altijd uitverkocht. Dus iedere keer als ik zie dat er weer eentje op voorraad is, dan grijp ik gelijk een kans. En nu dus ook met de zwarte. Het zijn echt heerlijke hoodies. Het is gewoon een hele simpele zwarte hoodie. Verder niks mis mee. Of niks geks aan. En deze was 19 euro. En dan nog twee topjes. Ik dacht dat die geel iets anders geel was, maar oké. Dus kijk, ik heb twee topjes besteld. Ik weet niet, ik zag ze en ik dacht, vind ik wel leuk of zo. Gewoon voor de zomer straks op een shortje. Dus gewoon een heel simpel wit. Het is geen crop topje, maar is ook niet lang. Hij komt ongeveer tot net over je navel. En er zit een klein ribstofje in. Ik weet niet of je het goed kan zien. Die heb ik in een S besteld. En ik dacht, dat is van de zomer straks wel leuk op een spijkershortje straks in Bali of zo. Weet je, gewoon lekker makkelijk. En die heb ik dus ook in het geel. Die vond ik wel heel erg leuk. Dus die twee, en die waren volgens mij 8 euro per stuk. Dus dat is weer wat ik eventjes heb besteld. Ik ga het eventjes in de kast ophangen gelijk. Oké, ik ga weer verder met ondernemen. Het gaat op zich wel oké. Alleen er is gewoon hoofdstuk achter. Snap ik gewoon niks van. En gelukkig de rest van de klas ook niet. Maar er zijn dus nog twee opdrachten van hoofdstuk 8 die ik verder moet doen. Alleen die man zou een website sturen. Welke website we daarvoor nodig hebben. Alleen dat heeft een vriendelijke man niet gedaan. Dus ik denk dat ik die gewoon maar eventjes laat voor wat het is nu. En dan wel gewoon inlever wat ik wel heb en zo. Want er komen toch nog 20.000 inlevermomenten. Dus op zich nergens om me zorgen om te maken. Mijn ondernemingsplan is eindelijk af. Althans, voor nu. Ik kan natuurlijk nog een keertje feedback krijgen. Wat ik wel verwacht. Dus dan moet ik weer heel veel dingen aan gaan passen. Maar goed, voor nu is die af. Voor als je denkt, wat is dit? Milan heeft in deze coronatijd een racestoel gekocht. Voor de PlayStation. Maar die staat nu dus in mijn kamer. Maar goed. Ik ga nu eventjes mijn ondernemingsplan
toesturen. Want je zal maar net zien dat ik hem dan af heb en vergeet toe te sturen. Hoe ga ik jullie neerzetten? En dat wil ik niet, want ik wil hem wel gewoon op tijd inleveren. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik moet vanavond ook echt mijn haar wassen. Maar ik dacht als Mirjam en ik zo meteen in de tuin gaan sporten. Als dat kind nog een keertje terugkomt. Het is namelijk 4:30. Als ze zo meteen gaan sporten ga ik niet nu mijn haar wassen. Dat doe ik dan wel lekker vanavond, want het is een beetje vettig. Maar als ik dit heb gedaan, niet meer overgestuurd, ga ik eventjes wat sportspullen bestellen op bol.com. Zoals een sportmatje, elastieke, springtouw ga ik ook bestellen. Dat ik gewoon de komende weken lekker in de tuin kan sporten. Een soort parcoursje of iets kan afleggen of in het parkje. Want het wordt de komende weken wel heel erg lekker weer. Ik wil morgen eigenlijk ook eventjes naar het strand. Gewoon even lekker een stukje lopen. Want morgen gaat dus heel de dag de zon schijnen. En heb ik als het goed is niks te doen morgen. Nee, morgen niks te doen. Wil ik eigenlijk even lekker naar het strand. Even lekker door de duinen lopen. Dus ik denk dat ik dat morgen ga doen. Maar voor nu ga ik wachten op Mew. Totdat we ons sportparcours kunnen uitstippelen. Ik weet niet eens of we wel sportattributen hebben. Wij hebben veilingen gekocht. Of vouchers gekocht op ticketveiling. En sushi ermee gehaald. We hebben 2 boxen. En dan hebben we nog los die voor Mew. En dan nog satéetjes of zo. En gefrituurde garnaal. Lekker, lekker. Wat is dit? Ik heb dit nog nooit gegeten. Het is zaterdag vandaag. Mew en ik gaan zo meteen lekker naar het strand. Even een stukje lopen. Ik heb mijn make-up al gedaan. Milan die is nu aan het douchen, maar ik vond het een beetje onzin om nu te gaan douchen. Als we zo meteen naar het strand gaan, dan komt er toch allemaal zand in mijn haar. Dus ik ga gewoon lekker na het strand pas douchen. Maar ik heb dus gewoon heel erg veel zin om eventjes eruit te gaan. En ik wil niet naar de stad of zo. Niks is open ook volgens mij, maar ik wil niet naar de stad. Dus we gaan eventjes lekker naar het strand, eventjes lekker door de duinen lopen. Want het is ook gewoon wel echt best wel lekker weer. Of nou, het zonnetje schijnt. Ik heb me aangekleed. Ik moet alleen nog eventjes sokken en schoenen aandoen. Ik denk dat ik gewoon mijn Dr. Martens aandoe. Die staan boven. Oké, jongens, het is zover. Ik heb mijn eerste individuele TikTok gemaakt. En erop gezet. Nooit gedacht dat ik dit zou doen. Zoals ik volgens mij al eerder heb verteld in of deze vlog of de vorige vlog. Ben ik de laatste tijd dus echt een beetje verslaafd aan TikTok. En eerst zet ik het er zelf niet op. Ja, privé. Maar de tijd is aangebroken dat ik ook mijn eerste erop heb gezet. We zijn trouwens terug van de duinen. Het was echt gezellig. En even lekker gelopen gewoon. Even lekker stukje. Mew zit nu beneden met die race stoel te racen. En let niet op mijn haar. Ik ga het vanavond wassen. Ik ga denk ik een moodboard maken voor de tuin. Want ik wil dus echt vet graag, heb ik net bedacht, de tuin een beetje aanpakken. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar de buren hebben dus de schuur wit geschilderd. En ik wil dus dat onze schuur ook wit wordt. En ja, ik wil er gewoon even een leuke zomerse tuin van maken voor de komende zomer. Dus ik ga eventjes een moodboard maken en allemaal ideetjes opdoen. En dan naar mijn vader sturen met... Hoi pap, zullen we dit doen? Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga ook eventjes die waist trainer omdoen weer vandaag. Because yesterday I forgot. Dus ik ga hem eventjes omdoen. Ik ga het niet filmen als ik hem ga omdoen. Want dat vind ik nogal confronterend. Dus ik ga hem even omdoen. En dan laat ik het wel zien. Maar goed, ik hou hem nu even 2 uur lang om. Het zit wel ietsjes lekkerder met zijn joggingsbroek aan. Maar ik heb niet echt zin om een joggingsbroek aan te trekken. Maar ik ga nu even denk ik op Pinterest een moodboard maken. Ik zal ook even mijn Pinterest in de beschrijving zetten. Want ik heb het laatst weer al die borden een beetje geüpdate en zo. Maar ik denk dat ik dat eventjes ga doen en leuke ideetjes opdoen voor de tuin. En dan alvast online een beetje zoeken of ik ergens wat leuke spulletjes kan vinden. Want ik heb echt zoveel zin om die tuin gewoon een beetje leuk aan kant te maken. Want dat maakt het thuiszitten in quarantaine ook gelijk een stukje leuker als je tuin ook leuk eruit ziet. Dus dat is wat ik ga doen. Het is vandaag zondag en ik heb lekker mijn pyjama shirt aan en lekker een joggingsbroek.
En ik heb net gedoucht, dus mijn haar zat zoals je misschien kan zien. Ik werd vandaag echt pas om 1 uur wakker. Het is echt heel bizar. Ik slaap nooit zo lang uit. Echt nooit. En vandaag werd ik pas om 1 uur wakker of zo. Dus het is nu ook al 4 uur. Ik heb net even lekker gedoucht. Milan die moest eventjes een matras of een topper bij iemand brengen. Dus dat is die nu gaan doen. En dan komt hij zo terug en dan gaan we bij zijn moeder slapen. En dan morgenavond gaan we bij mijn moeder slapen. Ik heb natuurlijk een tijdje geleden die keratinebehandeling gedaan. Maar zoals je ziet droogt het nog niet echt stijl op. Maar dat kwam dus omdat mijn haar gewoon meerdere sessies nodig had. Dus morgen komt Julia naar mijn huis. En dan gaan we de tweede sessie doen. Vorige keer was ze natuurlijk naar haar toe geweest. En nu zei ze ook van, ja, als er gewoon gratis parkeergelegenheid bij jou is, kan ik ook wel naar jou te komen. Dus ze komt nu naar mij toe. Dus dat vind ik wel echt heel erg fijn. Hoef ik niet 1,5 uur met de trein te reizen. In, ja, met het openbaar vervoer en zo. Dus zij komt gewoon hierheen met de auto. Dus dat is wel fijn. En veiliger denk ik dan dat ik met het openbaar vervoer ga. Dus als het goed is, is mijn haar morgen wel helemaal goed stijl. Dus ik kan niet wachten. Ik ga eventjes een lijstje maken met wat boodschapjes die ik deze week of ergens deze dag wil halen. En als het goed is, komt morgen en dinsdag mijn sportmatje en mijn sportelastieken binnen. Want die heb ik besteld zodat ik een beetje in de tuin wat kan gaan doen aan deze spierballen. Want mijn vader heeft boven ook allemaal gewichten liggen en zo'n stang en zo. Dat hadden we al. En zo'n opdrukbank en shit. Dus kan ik dat ook altijd gebruiken. Maar dat komt dus morgen binnen. Dus ik ga eventjes lekker filmpjes kijken en een boodschappenlijstje maken. En dan wachten tot Milan straks terug is. Oké, ik heb me eventjes heel erg snel in een soort van normale outfit gehezen. Mijn schoenen staan denk ik beneden. Want Milan die staat nu met de auto op mij te wachten. Dan gaan we samen zijn zus en haar vriend terugbrengen. Want die wonen in Leiden. En dan gaan we onderweg samen eventjes wat eten. En dan gaan we bij hem slapen. Dus ik heb eventjes mijn tas gepakt. Echt, ik ben verliefd op deze tas van de Monkey. Echt heerlijke tas. Ik zal een linkje zo ervan in de beschrijving zetten. Er zit al een vlek op, want ik heb hem per ongeluk tegen mijn scooteruitlaat aangehouden. Maar die heb ik nodig. Mijn schoenen zijn beneden, jas is beneden. Oké, let's go. Downstairs. Ik heb de weekvlog gisteren helemaal niet meer afgesloten, dus dat ook bij deze eventjes. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. De komende vrijdagen komen er allemaal extra video's aan. Want ik heb dus heel veel extra video's op de planning staan. Ik heb er ook al een paar gemaakt. Dus dat is heel erg leuk. Afgelopen vrijdag is de snackbar mukbang de dag maar om mij gekomen. Jullie vinden de dag maar altijd allemaal helemaal leuk. Dus zeker die video ook eventjes kijken. Ik zal hem in het i'tje zetten. Ik weet niet aan welke kant die is, maar ik zal hem in het i'tje zetten. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. Doei!